Pasen. Als Amalia een staatsgreep zou plegen met allerlei nieuwe panzerwagensteen die we tegen die tijd gekocht hebben natuurlijk op te rukken naar het Binnenhof. Nee, dat met zo'n Che Guevara baret op, dat zie ik niet gebeuren. Het verlossen, kunt u mij horen? En ik begreep dat de binnenstad van Utrecht al snel zo druk was dat mensen ontraden werd om daarheen te gaan. Wat je al zelfs als je eenzaam achter je bureau zit, al een gevoel van claustrofobie geeft. Wat moet dat verschrikkelijk zijn? Zeker als de plaatjes bijstaan. Wat drijft de mensen toch naar dit soort van gebeurtenissen? Dat men een miljoenvoudig op elkaar gaat staan klonteren in die binnensteden. Dat is toch onbegrijpelijk en te veel drinkt. En saamhorigheid, denk ik. Saamhorigheid, ja. Misschien, ja, ik denk wel eens bij mezelf. Wij zijn, de mens is een vrij uitgesproken kuddedier. Dat is duidelijk. We hebben altijd in groepen geleefd, zonder enige twijfel. Meer of minder georganiseerd. Dus je hebt ook als een instinctmatige behoefte aan groepsvorming en erbij horen, zoals dat heet. Maar kennelijk zijn er sommige mensen die met defecte genen op dit punt worden geboren, zoals ik. Ik heb nooit erg graag erbij willen horen. Ik vond dat ook zelf, als je het gevoel had, oh jee, hier ontstaat een sfeer van erbij moeten horen, heb ik dat nooit prettig gevonden. Ik vind samenzang niet prettig. Sowieso kan ik totaal niet zingen. Maar dat je dan ook miljoenvoudig op een klont in zo'n binnenstad gaat staan. En dan die treurigheid van die zolderverkoop die dan tegenwoordig de mastergang van, ja, dat is de elke koningsdag de helft van Nederland zijn rotzooi aan de andere helft verkoopt en het volgende jaar weer terug. Waarschijnlijk. Want als je ziet wat het is eigenlijk pure junk. Dat je denkt dan beter door de gemeentereiniging worden meegenomen. Dus je begrijpt hoe dolgelukkig ik ben dat wij net zo ver van het centrum zitten. Dat de buren dus niet met zo'n dekentje op straat gaan zitten. Vreselijk werk. Dat heb je nooit gedaan? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ik heb nooit iets met deze dag gehad. Ik heb me altijd schuil gehouden. Zoveel mogelijk. Ik vond het al heel vervelend dat er in het Wilhelminapark een grote manifestatie was. Met een soort stalinistisch hek eromheen. Dat je ook denkt, welke krankzinnigen verzinnen deze dingen en organiseren ze. En ze hebben, ik geloof tot 1 uur hebben ze ongelooflijk veel herrie gemaakt. Gisteravond. Nee, het is, ik vind, ik heb ook de indruk dat het in de loop der jaren steeds erger en erger is geworden. Ik kan me dit uit mijn jeugd helemaal niet herinneren. Wat ik me herinner uit Wageningen in mijn jeugd is de 5 mei-viering. Daar werd werk van gemaakt. Er kwam Bernard en Juliaan, die kwamen elke 5 jaar. En Bernard geloof ik elk jaar. En wij moesten naar het stadhuis en dan zongen we dan vaderlandslievende liederen. En dan kreeg je een beschimmeld reepje chocola en dan had je de middag vrij. Wat voor dag het ook was. Omdat 5 mei, dat de regering wilde eigenlijk niet dat 5 mei ook een vrije dag werd, want er waren al vrije dagen genoeg. In de tijd van de wederopbouw konden we er niet een vrije dag bij hebben. Is 5 mei tegenwoordig wel een vrije dag? Maar om de zoveel jaar is het een keer een vrije dag. Oh, dat is dan dus toch niet, zie je dat? Ik weet het gewoon helemaal niet. Normaal niet, maar om de zoveel jaar. Ik ben natuurlijk al heel lang met pensioen, waardoor je ook al alle contact kwijtraakt met vakanties. Wij weten alleen dat de vakantie is vanwege die kleinkinderen natuurlijk. Ja. Anders heb je geen flauw idee. Ja. Ik heb vaak ook zo'n dag, dan is het, wat was het gisteren, dinsdag. Ik denk, het is toch zondag. Dat je ook, laten we zeggen, de tel in de week kwijtraakt. En dan heeft zo'n dag toch de sfeer van een zondag. Ja, het is lastig te beschrijven, maar dat had ik gisteren heel sterk. Dus ik heb me nu ook dwingen om te denken, het is woensdag. Het is Koningsdag. Dus zoals gezegd, volgens mij was het vroeger veel rustiger. Ik kan me niet herinneren dat mijn ouders ooit iets hebben gezegd over Koninginnedag. Of dat dat van belang was. Maar ja, ik kom uit een familie die het Koninklijk Huis flauwekul vond. Al 3 generaties of zo. Dus ja, hoewel mijn opa nog heel blij was dat met het feit dat hij een lintje kreeg. Ja, zou jij daarvoor gaan als je ergens naartoe gelokt wordt voor een lintje? Nee, ik wil geen lintje. Nee, ja, volstrekt idiote traditie. Bovendien vind ik het idioot dat iemand die 40 jaar op de brug gepast heeft, die krijgt dus een laag lintje.
En een of andere ambtenaar die op het ministerie een belangrijke functie heeft vervuld, die krijgt een hoog lintje. Er zit een uitgesproken hiërarchisch systeem in zit. Ik moet er niks van hebben. Bovendien, als republikein sta je toch niet te wachten om een orde van verdiensten opgespeld te krijgen van een koninklijk huis waar je niks meer hebt. Nee, ik wil helemaal geen lintje. Waarom is het er eigenlijk, die lintjes? Nou ja, ter beloning. En vroeger was dat natuurlijk ook trouwens, als je dan die stukken in de krant leest, dat die mensen die dan, weet ik veel, jarenlang gratis gitaar gespeeld hebben voor een bejaardenhuis, die vinden het heerlijk dat ze dan een lintje krijgen. Ja. Als een soort erkenning. Zo, kijk, ja. Koninklijk huis. Ja, het koninklijk huis heeft er verder niks mee te maken. Want je begrijpt dat dat bureaucratisch georganiseerd is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal wel een, ik weet helemaal niet hoe dat gaat, zal wel een afdeling hebben waar ze dan jaarlijks lijsten maken van verdienstelijke vaderlanders. Hè? En je weet, daar worden de bekendste lintwinners, die worden genoemd. Het was nu Henk van der Meijden die... De journalist. Ja, als een soort wrak hing die aan de arm van Jan van Zanen in Den Haag. Kennelijk is Henk van der Meijden nu zo seniel geworden dat hij niet gevaarlijk meer is. En geen flauwe stukjes meer schrijft over het Koninklijk Huis en de Telegraaf. Dus nu krijgt hij een lintje. Ja. Onno Hoes zag ik ook, de oud-burgemeester van Maastricht. Die heeft er ook in gekregen. Ja, die heeft ook in gekregen. Ja, dat is een goedmakertje, zoals dat heet. He? Hij heeft zijn leven gebeterd. En ja, jammer dat hij er zo'n potje van gemaakt heeft in Maastricht. We hadden een broddelkoning ook. Pot voor drie nog en toe. Maar nu is hij waarschijnlijk verdienstelijk geworden. Waarschijnlijk zijn er een aantal jaren nodig om laten we zeggen, de slijtage van het broddelen goed te maken. En dan... Ik begreep dat het voor zijn vrijwilligerswerk ook was, wat hij al heeft gedaan. Oh, kijk, vrijwilligerswerk, ja. Op dat punt heb ik ook nooit iets gepresteerd, dus daar hoef ik ook geen lintje voor. Nee. Dus als jij maar, stel dat mensen jou voordragen en mensen denken toch, nou, die Van Rossum verdient, dat ga je niet. Ik heb begrepen dat er altijd gebeld wordt of degene die het lintje moet krijgen het wel lollig vindt, ja of nee. En dan hoop ik dat dus iedereen nee zegt in mijn geval. Ja, ja. Maar mensen zijn altijd heel trots, hè, als ze het hebben, ze dragen. Apen trots op. Je hebt lui die enorme, die ook na een paar jaar weer bevorderd worden met de linten. Ik weet niet precies wat er, een soort toplint is er ook. Hè. Ja, dan hoor je commandeur in de orde van Pietje Puk of zoiets dergelijks. Dat is hartstikke deftig. Ja, en het zit in zo'n doosje. Je mag het eigenlijk nooit opdoen, alleen bij hele speciale dagen. Ja, je hebt een speciaal dingetje, wat je in je gevaar... hier in dat knoopsgaatje kunt doen wat daar zit. En waardoor je het heel klein kunt dragen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat je niet altijd die hangen wat die militairen... Ik zag weer zo'n foto van een paar van die Amerikaanse militairen naast Joe Biden. En die echt zo'n heel schoolbord van die gekleurde lintjes op hebben. Dat je ook denkt, wat een infantiele wereld is dat ook. Ja. Want daar krijg je voor van alles en nog. Als je je zwemdiploma in dienst haalt, krijg je er ook een lintje bij daar. Ja, maar die mensen die dragen dat als met eer. Die zeker, denken, ja. Zeker. Ik gun het ze van harte. Als je het lollig vindt. Ja. Ik ben er niet voor me te verbieden. Ik vind het persoonlijk flauwekul. Dus ik wil er niks mee te maken hebben. Maar nee. De mensen denken altijd dat ik alles wil verbieden. Diep in mijn ziel wil ik dat ook wel. Maar godzijdank heb ik niks te vertellen in Nederland. Zodat ik ook niet in de verleiding kom om van alles te gaan verbieden. Ja, heel veel mensen zijn nu weer blij dat alles weer mag. Hè? Dat hoor je nu overal. Het mag weer, we mogen weer handen geven, we mogen weer omhelzen. Ja. Ook bij die feesten nu met de Koningsdag. Ja, god, daar kan ik maar één ding van zeggen. Ja, er zijn mensen natuurlijk die hebben enorm moeten afzien in de COVID-fase. Eenzaamheid kan daar een rol hebben gespeeld. Voor bejaarden was het een probleem. We hebben ook wel eenmaal de kleinkinderen alleen in de voortuin kunnen ontvangen. En wuifden dan van achter de openslaande deuren die dicht waren. Maar ik kan niet zeggen dat ik het nou een verschrikkelijke tijd heb gevonden, nee. Het had nog wel wat langer mogen duren. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Maar dat vooral natuurlijk omdat ik het theateroptreden wel miste. Maar nee, ik kan niet zeggen dat ik het verschrikkelijk vond. Of dat het een lijdensweg was of zo, nee. Nee. Nee, absoluut niet. Heb je nog iets gezien van de koning eigenlijk? Nee, nou ja, daarnet. Omdat mijn vrouw samen met mijn kleinzoon, die zaten even te kijken naar de poppenkast in Maastricht. Ja, ik word er altijd een beetje lacherig van. Het is volstrekt infantiel. Hè? Het is net een uitje van de kleuterschool. Dat deed mij het meest aan denken. En dan wordt er een muziekstukje opgevoerd en...
mensen maken de wonderlijkste bewegingen. En, nou ja, er staat dan zo'n hele brigade van vrouwen die werk van top tot teen in oranje zijn uitgerust, ja. En ze deden voor mij volkomen onbegrijpelijke spelletjes. Ja, maar dat is ieder jaar zo. Daar is ja, het... daarom. Dat is verschrikkelijk natuurlijk, toch? Ja. Ja, ik moet zeggen, het is natuurlijk voor het vaderland een zegen dat ik geen koning ben. Want ik zou zeggen, jongens, sorry, ik blijf gewoon thuis. Ik vier het in haar kleine huiselijke kring. Gaan jullie maar hinkelen in Alblasserdam. Het kan mij echt totaal niet schelen. Maar het draagt natuurlijk bij aan de sympathie die mensen voelen voor het ja, koninkrijk. Ja, maar je weet dat het is met de sympathie treurig gesteld voor het koninkrijk. Ze hebben nog nooit van hun leven, zijn ze zo weinig populair geweest als op dit moment. Ja, maar daar zei van Alexander, werd daarna gevraagd. Hij zei, ja, peilingen doen me niks. Kijk, dat is wat je zeggen moet. Peilingen doen me niks. Ja. Gelukkig word ik niet gepeild, dus ik kan rustig zeggen, peilingen doen me niks. Nee. Nou, er werd wel gepeild. Hè? Het stond nu qua vertrouwen stond het ontzettend laag. Verschrikkelijk. Ja. Ik weet niet, ze stond op 47% of zo. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit zo laag geweest is. Zelfs Maxima had een deukje opgelopen. Ja, maar ze waren natuurlijk niet zo slim geweest rond die coronaperiode. Nee. Hoewel, ik blijf bij mijn Thorbeckiaanse standpunt. Ik bedoel, voor de fouten van de soeverein is de minister-president verantwoordelijk. Ja. Als Rutte had gezegd van dat is niet verstandig om zo'n enorme motorboot te kopen, dan was het ook niet gebeurd, denk ik. Hoop ik. Ja. En hij zei ook nog... Overigens gun ik hem graag een motorboot. Maar ik ben ervoor om het Koninklijk Huis zo spoedig mogelijk af te schaffen. Maar niet omdat het zoveel geld zou kosten of omdat het onsympathieke mensen zouden zijn of geraffineerde oplichters of uit de staatskas stelers of zo. Nee, helemaal niet. Uit puur principiële overwegingen. Het is een volstrekt ondemocratisch, raar, overleefd systeem natuurlijk. Maar is dat erg? Want ze hebben geen politieke invloed. Godzijdank niet. Ik toch denk ik wel dat al die prinsen en prinsessen, want je weet, volgens mij heb ik het al eerder uitgelegd, dat dus Juliana erop stond dat al haar kleinkinderen, of ze werden opgenomen in het Koninklijk Huis, dus binnen het raamwerk van het Koninklijk Huis. Ik heb begrepen dat in de tijd leidende politici zeiden, majesteit, dat kunt u beter niet doen. Het is veel handiger om een heel beperkt lijstje van troonopvolgers daarop na te houden. Zeg een stuk of 3, 4. De kans dat die allemaal om het leven komen is niet zo verschrikkelijk groot. En daar heeft ze zich niets van aangetrokken op haar bekende manier. Nou, dan treed ik af. Je hoort het er zeggen. En toen zodoende is dat, maar jij gelooft toch ook niet dat die beleggersprins, hè, die onroerende zakenprins, zal ik maar even zeggen. Grote bril. Ja, dat als die Piet Jansen had geheten, dat het zo zou zijn gelopen in zijn leven, dat geloof je toch ook niet? Nee, dat is niet zo. Daar speelt invloed altijd een rol. Mensen zijn altijd onder de indruk als het gaat om mensen van koninklijke bloede. Ik heb je er wel eens verteld dat ik een lezing ging houden bij zo'n deftige bank. Volgens mij heb ik het verhaal al eens een keer verteld. Ik kan me niet herinneren. Oh. Nou, als jij het je niet kan herinneren, dan zal ik het nog een keer vertellen. Voor de kijkers die zich zeggen, oh ja, dat verhaal. Kunt u rustig even naar de wc, want ik ga nu even dat verhaal vertellen. Ik was bij een deftige bank ergens, de Herengracht, Keizersgracht, zo'n soort adres. En dan zou ik een lezing gaan houden, zeggen. En ik zat te wachten tot ik dan dat praatje mocht komen houden. En toen ging er een rilling door de zaal. Er ontstond een vorm van geruisloze opwinding, zal ik maar zeggen. En iemand kwam tegen mij zeggen, ja, de prins Pietje Puk komt zo. Een van de zonen van Margriet en Pieter van Vollenhoven. Ik zeg, zo, dat is fijn. Ja, u mag naast hem zitten. Ik zeg, nou, naast hem zitten. Hij mag dolblij zijn dat hij naast mij mag zitten. Hè? Daar kan hij nog wat van opsteken in principe. Maar goed, hij kwam met alle strijkages, al die mannen in die driedelige pakken allemaal. Bejaarde mannen, niet waar, met grijze kuiven die knipmesten. En dat was duidelijk dat ze hem beschouwden als een geboren genie. Weet je, ook denk van een rare doe allemaal, zou een beste jongen zijn. Maar goed, ik heb dus een tijdje naast hem gezeten en onvermijdelijkerwijs kwamen wij te spreken over zijn opa. Namelijk PB, Prins Bernhard. Nou, hij zei, ja, vindt u dat ook zo erg? He, wat allemaal over wat Prins Bernhard gedaan heeft, wat mijn opa gedaan heeft. Ik zei, ja, ik vind het een
hele onfrisse zaak. Nou, hij was ook heel bezorgd en ze vonden het maar niks. En ze maakten zich... Dus ik denk, jongen, het wordt in de familiekring wel kritisch besproken toch. En daar keek ik van op, moet ik zeggen. Ja, en vervolgens ben ik mijn lezing gaan houden. Geen idee waar het over ging. Ja, dus dat verbaasde jou, of in de positieve zin des woords? Ja, dat verbaasde mij in de positieve zin van het woord, ja. Je hebt toch ook een keer gehad dat je een formulier moest invullen of je iemand dat kon ontmoeten? Dat was vanwege Pieter. Ja, Pieter van Volhoven. Ook weer een lezing houden, dat heb ik ook een keer verteld in hoe heet dat ding, dat rare gebouw daarin. In Leiden? Nee, dit was in Amsterdam, daar vlakbij het station. Hoe heet dat ding nou? Dat science... Nemo. Ja, Nemo, precies, Nemo. En daar ging ik ook een lezing houden. En toen kreeg ik een briefje dat Pieter zou ook verschijnen. En of ik kennis met hem wilde maken. Want als ik dat zou willen, dat stond er allemaal bij. Dan moest ik verschillende formulieren invullen. Waarin ik, bekende verklaring van goed gedrag. En of ik ooit terroristische plannen had gehad. En, maar dat soort van, het groot, ik ben het allemaal vergeten. Maar ik denk, wat zullen we nou toch beleven? Dus ja, ik heb een mail teruggeschreven. Waarin ik weer zei dat Pieter dolblij mag zijn dat hij met mij kennis kon maken, maar dat Verhoos hem daarvoor niet een soort toelatingsexamen ging doen voor Pieter. Dus ja, je begrijpt, Pieter was er met twee bewakers, geloof ik. En ik heb de lezing gehouden en ik heb geen kennis met hem gemaakt. Wat voor hem inderdaad lijkt mij een enorm verlies is. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En heb je Willem-Alexander ook wel eens ontmoet? Nooit. Of Beatrix of Maxima? Ja, Beatrix heb ik, wat is ontmoeten in dit verband? Er was ooit een reusachtige receptie in het paleis op de Dam vanwege het 200 jaar bestaan van de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. En de Nederlandse Republiek was een van de allereerste staten die een jonge Amerikaanse Republiek erkend heeft. Dus dat had een zeker gewicht en was in die prachtige zaal van het Koninklijk Paleis op de Dam, Stadhuis op de Dam, was een receptie. En daar waren wij, ik was toen lid van een commissie, hoe heet dat nou, een vereniging van Amerikanisten, die jaarlijks een congresje hielden en dat soort van dingen. En wij waren daar met dat bestuur aanwezig. En u wil het geval dat ik toen een roze spijkeroverhemd aan had. Ja, hier. Oh, dat is iets voor jou. Ja, dat is ook lang geleden. Ik weet ook niet waarom ik dat had, maar goed. En geen stropdas en geen jasje. Dus ja, we staan daar te wachten om naar binnen gebracht te worden door een adjudant. Waarop die adjudant zei van, wacht even, maar die meneer mag niet mee naar binnen. Want dat is de majesteit niet welgevallig. Het is niet de dresscode. Mensen zonder jasje en stropdas, daar vindt ze, heeft ze een enorme hekel aan. Waarop, dat moet ik zeggen, het hele bestuur zich onmiddellijk solidariseerde met mij. Het waren allemaal hele nette mensen, moet ik je zeggen. Die er wel keurig uitzagen, maar zeiden, als Maarten niet mee naar binnen mag, dan willen wij ook niet naar binnen. Dat was hoogst interessant. Toen zei die adjudant, die was daar toch licht door geraakt kennelijk, die zei van, nou, ging het even informeren. En nou, wij bleven een hele tijd weg, andere groepen konden vast naar binnen, die waren allemaal passend gekleed. En na pak een beetje een dik kwartier kwam de adjudant weer terug. Nou, de majesteit had geen bezwaar. Of ze dat ook de majesteit zelf gevraagd hebben, of weer een hoger geplaatste adjudant, dat weet ik absoluut niet. Dus wij mochten naar binnen. Maar en dan mocht je een kwartiertje praten met of Klaus of met Beatrix. Wij troffen het niet, want wij troffen Klaus. En nu wel het wonderlijke geval dat ik denk dat Klaus toen al in de psychische problemen was geraakt. Dus wij stonden daar. We begonnen zo van prachtige zaal en leuk en helemaal bla bla bla. Maar hij deed een bek open. Maar deed zijn mond niet open, moet ik in dit verband natuurlijk zeggen. En keek naar de punten van zijn schoenen. Nou ja, je blijft het proberen natuurlijk. Je wil een beetje sociaal en empathisch zijn. Maar er is geen verstandig woord uitgekomen. Dus we hebben daar een beetje een kwartier voor Jan Doedel gestaan. En die andere groep, die met Beatrix, dat maakte een levendige indruk. Die stonden 10 meter verderop. Ja. Dit zijn mijn ervaringen met het Koninklijk Huis, je begrijpt. Dat was ook mijn liefde voor het Koninklijk. Ik had natuurlijk een beetje meelijden met Klaus, dat wel, ja. Ja. Maar wat vind je van wat het Koninklijk Huis wat doet, zeg maar, qua activiteiten? Vind je dat zinvol?
Nee, omdat naar mijn idee vind ik, daar kom ik terug op mijn principiële punt. Het is een ondemocratische institutie. Daar kan ik, laten we zeggen, een lollig arrogante uitspraak willen hebben, kan ik daaraan toevoegen. Zolang natuurlijk iemand als ik, een eenvoudige Nederlandse staatsburger, geen soeverein van dit land kan worden, is er iets mis, lijkt mij. Want ik kan heel goed minister-president worden, zonder problemen. Ik kan ook directeur van de Shell worden en kan van alles worden, maar soeverein, dat zal ik niet worden. He, dat wordt dat oudste dochtertje van, maar dochtertjes langzamerhand misschien, kunnen we dat jude vanuit, haar oudste dochter van het koninklijk paar. Ja. En dat blijft een gekke toestand natuurlijk. Is dat nuttig? Je hoort altijd het verhaal dat het enorm belangrijk is als ze op buitenlandse reizen gaan en dan met zo'n zakelijke delegatie. En dan kunnen ze dus 17 Chinese producten gaan importeren of exporteren of wat je maar wil. Ik zou zeggen, daar is een president ook, die zou dat ook heel goed moeten kunnen. En het voordeel van een president is, die kies je met z'n allen. Dus dan is het een model zoals in Frankrijk? Nee. Dat gaat staatsrechtelijk, moet dat helemaal anders. De Franse president is ook daadwerkelijk de leider, de baas van het politieke bedrijf. Dat is helemaal mijn bedoeling. Dan hebben ze ook een minister nog, hè? De gekozen is een eerste minister, die door hem ook wordt aangewezen. Dat, zo gaan wij dat in Nederland niet doen. Wij maken iemand president van Nederland die niets te vertellen heeft. Even weinig als... Want als je hem iets te vertellen heeft, dan wordt het meteen popiopie gedoe en dan wil hij herkozen worden. Hij kan ook niet herkozen worden. Zodat hij dus niet zich gaat aanstellen of... En wie kiest die persoon dan? Wij, het Nederlandse volk, gaat die man kiezen. Je hangt gewoon een extra biljetje aan de parlementsverkiezingen. Dat je bij die gelegenheid ook op de president kunt kiezen. En die doe je voor 6 jaar. Dus dat laat je een beetje tegen de zaak in roleren. Ja, en dan moet je hopen natuurlijk dat er niet een of andere vlierenfluiter gekozen wordt. Maar een nette meneer die gewoon moet oefenen met linten knippen en buitenlandse reizen maken. Maar wat zijn dat dan voor mensen in jouw gedachten? Hoe komen die dan op dat lijstje? Nou, dat kan een ex-minister-president zijn die het lollig deed. Of juist iemand die volledig mislukt is. Nou, voor mij mag Balkenende soeverein worden voor 6 jaar, mis die niks te vertellen heeft. Of van 8, die kwam in ieder geval fatsoenlijk uit zijn woorden. Hè? Ja, maar dan zijn ze gewend om altijd wat te vertellen te hebben en dan ineens niet meer. Ja, dat moeten ze wel op de koop toenemen. Ze moeten wel een briefje tekenen dat ze Maar ja, ik ga ervan uit dat je moet ze ook nemen als ze een beetje bejaard zijn, dat ze geen grote politieke ambities meer hebben. Zijn er landen die zo werken? Jazeker, er zijn tal van landen met, nou, neem Duitsland. Steinmeier is president van Duitsland. Die heeft wel iets te vertellen, maar heel weinig. Ja. Maar de minister-president, dat noemen zij nou toevallig de bondskanselier, dat is Scholz. Ja, maar dan moeten we eerst van de monarchie af. Hoe komen we daar dan vanaf? Ja, die zullen we weg moeten stemmen met een ruime meerderheid. En daarvoor is, denk ik, omdat daarvoor grondwetswijziging noodzakelijk zal zijn, moeten we dus 2 maal met 2/3 meerderheid besluiten om het Koninklijk Huis af te schaffen. En je zult zien, dat gaat niet lukken. En niemand, ja, ze zijn dan wel erg in mouw. Ze zijn niet bijster populair meer, dat is absoluut een feit. Maar ik denk niet dat het je zou lukken om staatsrechtelijk op een nette manier van het Koninklijk Huis af te komen. Nou, wel dus als ze, dus stel dat het niet nu, maar in de toekomst inderdaad mensen politiek gezien anders over gaan denken. Zou heel goed kunnen, ja. Of het Koninklijk Huis het eind van de eeuw haalt, dat weet ik niet. Dat hangt natuurlijk ook af van de wijze waarop de Europese Unie zich ontwikkelt. Dat hangt van alle mogelijke factoren af die je nu niet kunt beoordelen. Maar goed, feit is dat hun populariteit significant gedaald is in de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, je zegt 2 keer weggestemd, Eerste en Tweede Kamer. Ja, dat moet, want als je de grondwet wil veranderen, is dat noodzakelijk. Ja, en kan hij dan ook daar, stel dat Willem is of die dochter Amalia, kunnen ze daar tegen in beroep gaan? Of is het gewoon een keuze van het volk en dan moet je gewoon wegwezen? Ja, ik denk dat zij ook wel de rust en de beschaving hebben om een keuze van het volk, om die te accepteren. Hmm. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Het zou me verbazen als Amalia een staatsgreep zou plegen en met allerlei nieuwe panzerwagens die we tegen die tijd gekocht hebben natuurlijk op te rukken naar het binnenhof. Nee, dat
Hè, met zo'n Che Guevara-baret op. Dat zie ik niet gebeuren. Dat zei Willem nog. Hij zei nog van, goed dat er kritiek is. Het moet wel opbouwende kritiek zijn. Want anders eindig je als Poetin. Dat zei hij nog ergens. Oh, nou, dan heeft hij wel even geheime ambities kennelijk. Dat is... Nee, hij vond het goed dat er kritiek was. Dat was de vraag namelijk. Van, vind je het goed dat er kritiek is? En dat, ja, goed. Hij moet ook bij kritiek moet hij zeggen. Ja, sorry, maar moet u mij niet op aanspreken. Dan moet u de heer Rutte op aanspreken. Het kabinet moet je daarop aanspreken. Ja, maar goed, stel dat hij op zijn eigen houtje bedenkt, ik ga nu naar Griekenland toe en ik vertel het de premier niet. Dan, dat moet, in principe moet hij daar ook, voor, zeker in COVID-tijd, toestemming van de minister-president vragen. Okay, of hij dat dan wel of niet heeft gedaan, is in dit geval niet helemaal duidelijk. Ja. Maar het zou me niet verbazen als hij het gevraagd heeft, dat Rutte ja heeft gezegd. Maar dat natuurlijk vervolgens, toen het slecht bleek te vallen, Rutte niet thuis was. Want... dit kennen wij van de minister-president natuurlijk. Hij is nooit thuis als de verantwoording moet worden afgelegd. Ja. Waarom is er dan eigenlijk nog iedere week overleg tussen die koning en die minister-president? Als ja, die toch ik denk dat dat voorgeschreven is. Mm. En dat een prettig gesprekje is. Zo, je zult wel de krant hebben gelezen dat. Dat is toch maar een zorgelijke zaak. Ik weet niet wat ze tegen elkaar zeggen. Jij daar in Oekraïne. En dan zegt Rutte ja, zorgelijk. En dan... ja. Zoiets zal het zijn. Het schijnt dat Lubbers en Beatrix hele gezellige gesprekjes hadden. Ja. En off the record hebben ze natuurlijk zo wel invloed. Want die minister-president zal toch wel... Ja. Ik denk wel dat ze een soort van... maar dat is toch... veel zaaks is het niet, die invloed. Dat is wat je zeggen moet. Peilingen doen me niks. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.